deze uit. Die is ook mooi, hè? Je gaat er altijd vanuit dat jouw gezin niks overkomt. Dat alles goed blijft gaan. Maar dat het mis kan gaan, dat heb ik van dichtbij meegemaakt. En dat heeft mijn ogen geopend. Wat gaan we nu doen? Mijn vriendin en haar man waren 10 jaar samen. 2 kinderen, dat dolgelukkig. Onderweg naar zijn werk is hij aangereden. De dader die reed door rood. En hij was op slag dood. Ja, dat was een enorme klap voor het hele gezin. Ik denk dat je nog wat meer meiden bij hebt. Nou ja, naast het verdriet bleek dat ze het financieel ook niet goed geregeld hadden. Dat hij wegviel, sloeg een enorm gat in haar inkomsten. En een van de grote gevolgen daarvan was dat ze heeft moeten verhuizen met haar gezin. Ja, dat is allemaal heel naar. Toen dacht ik bij mezelf, hoe zit dat eigenlijk bij ons? Ik werk part-time, mijn man werkt fulltime. Hij is de belangrijkste kostwinnaar. Ja, en als hem iets overkomt, dan zit ik in hetzelfde schuitje. Het is belangrijk dat ik het nu goed regel voor mezelf en mijn gezin. Daarom heeft mijn man een inkomensverzekering afgesloten. Nou, dat ging eigenlijk heel snel en gemakkelijk. Sjaals met stipjes, hè? Ik ga er nog steeds vanuit dat wij samen gelukkig oud worden. Maar als er iets gebeurt, dan weet ik dat ik recht heb op een maandelijkse uitkering. Dat ik het leven kan blijven leven zoals ik dat wil voor mij en mijn dochter. Ja, en dat geeft een heel veilig gevoel.